Maar ja, deze is nieuw. Heel mooi. Ik had het onder water. Ja. Ja, anders zou ik wel iets zwemmen. We waren verhuisd en toen dacht ik, ik heb nog een studio. Ja. Dat is heel mooi. Mooi geworden, absoluut. Maar dat vind ik zo blij. Maar het hangt ook heel mooi. Ja. 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 Het is wel erg mooi gemaakt. Ja. En deze is een beetje actueel, hè? Ja. Zeker. Ja, ja. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja, maar heel mooi. Ja. Ja, ik wil niet voor paal zo lang als 3. Dus okay. Dan spiegel je namelijk ook. Kom maar voor het lijstje meer uit. Ja. Toch een stukje nog. Is het niet hard? Ja, dat is dan heb ik je dubbel. Nee, je spiegel in de diebond. Oké. Okay. Kees, wat vind jij van deze tentoonstelling? Ik vind het buitengewoon lef, omdat er al zoveel foto's zijn op allerlei gebieden, dat je dan start en dat je dan zo'n kwaliteit levert. Dat vind ik lef, daar heb ik gewoon behoorlijk. Dat vind ik. Ik laat niks van af. Ik heb een beetje De galerie groot genoeg. Ik wou dat ik iedere dag zoveel mensen op de vloer had. Maar dat is natuurlijk niet zo. En bij deze gelegenheden is het lekker vol, om maar zo te zeggen. Meestal in de zomer kunnen we ook fijn buiten staan, maar dat is nu iets frisser. Dus we moeten het even zo doen. Ik ben erg blij dat... ik had hem niet uitgezet. Ja, gezellig muziek is ook leuk, daar niet van. Dus ik ben heel blij dat Kees dan iets wil gaan zeggen en de officiële opening wil doen. En ik ben natuurlijk ook heel erg blij en trots, samen met Nicky, om dit allemaal te organiseren. En ik ben heel erg blij met het uiteindelijke resultaat. Zo blij dat ik ook iedereen nog even wil verzoeken om vooral niet te leunen tegen de podium. Ik heb er net al een paar moeten redden zo. Dat ging ineens heel erg scheef. Dus ik weet dat het heel klein en vol is. Maar probeer even de schouders vooral niet tegen de podium aan te drukken. Dat zou heel fijn zijn. Daar hou ik het bij. En ik geef graag het woord aan Kees dan. Goh. Ja, sorry. Er zijn bijna meer fotografen dan bezoekers, zou ik denken. Ja, al die camera's, daar ben ik wel jaloers op. Camera's zijn ongelooflijk van. Een heel ander. The other side of the fear is freedom. Dat is het. Ik heb... om te beginnen... jij komt uit een artistieke familie, mag ik wel zeggen. Met die schitterende rol op Franco, die zo mooie schilderijen maakt. En daar was ik ook bij nog een keer, dat is wel even geleden. En je komt dus uit een soort artistieke familie, wat ik ontzettend goed vind. Appels vallen niet ver van de boom.
En ik kon helemaal niet, ik wist eigenlijk helemaal niks van foto's. En mijn moeder zei al dat ik een foto gemaakt had en ik vond hem zelf heel mooi. En zei ze, ja, hij is scherp. Daar ben ik niet gekomen. En, maar het belangrijkste eigenlijk wat ik wil zeggen, wat je doet, is dat ik het ontzettend veel lef vind wat je doet. Om op een derde in je leven te stappen en dan dit te gaan doen. En dan met deze kwaliteit vind ik heel bijzonder. Maar ja, het foto's maken was natuurlijk, vroeger was dat heel gewoon. We hebben natuurlijk een hele grote histoire van foto's. De geschiedenis is natuurlijk, zeg maar, het was altijd de schilderkunst, de architectuur en de cultuur de meest brede zin. En foto's zijn pas later natuurlijk in de 30 of 40 jaar gekomen. En die waren nog erg gestoeld op het beeld en op, ja, heel specifiek.